Het was al dagenlang nog guurder dan de weersvoorspellingen. En de jonge componist kon maar niet warm worden op zijn slecht geïsoleerde zolderkamer. Soms leek het of de wind expres een ijzige tocht tussen de losliggende dakpannen blies, om hem ervan te weerhouden aan zijn zelf opgelegde opdracht te beginnen. Met een oude deken om zich heen zat hij op zijn doorgezakte stoel te kijken naar het lege notenpapier voor hem. Al urenlang, eigenlijk al dagenlang, en er kwam niets. Geen noot, geen inspiratie, geen melodie, niets. Hij had het zo mooi bedacht. Als hij nou eens één kersthit kon schrijven, waarmee hij in ieder geval een beetje bekend zou kunnen worden, dan was dat tenminste een beginnetje van wellicht een beter leven. Van warmte, van mensen om hem heen. Misschien wel van een beetje erkenning van zijn breekbare talent. Zijn voeten waren van het stilzitten en wachten op inspiratie ijskoud geworden. Dan maar een eindje om, dacht hij. Dan loop ik mezelf misschien warm. Zijn voetstappen bonkten op de 3 houten trappen naar beneden. En met een klap trok hij de klemmende deur achter zich dicht en begon te lopen. Te zwerven eigenlijk. Zonder een speciaal doel. Alleen maar om even weg te zijn van dat kamertje waar de inspiratie maar niet wilde komen. De straten waren leeg. De mensen zaten binnen en door de ramen zag hij lichtjes. Kerstbomen en kerstboompjes. Vrolijke kindergezichtjes. Oude mensen, gezellig achter de televisie. Moeders en vaders, druk in de keuken en zelfs, af en toe, een piano waarop een kerstliedje werd begeleid. Even bleef de jonge componist staan om te luisteren. Me.
Had ik dat maar geschreven, dacht de jonge componist en liep mistroostig door. Langzamerhand was hij er niet warmer op geworden, maar juist nog meer verkleumd. Hij sloeg zijn armen een paar maal kruislings om zich heen met doffe klappen. Maar het hielp niet. Ineens doemde daar een schimmig, kolossaal gebouw op. Toen hij goed keek, zag hij dat hij voor een kerk stond. De wind gierde om het gebouw heen. Het was donker. Maar het merkwaardige was dat de deur open stond. Weliswaar op een kier, maar net wijd genoeg zodat de jonge componist naar binnen kon sluipen met de bedoeling om even te schuilen. In de donkere ruimte struikelde hij over de banken. Op een bank recht onder de klokkentoren plofte hij neer. Langzamerhand begon hij zijn versteende voeten weer te voelen. Hij begon zich zelfs een beetje rozig te voelen. En van lieverlee dommelde hij in. Plotseling beginnen hoog boven in de toren de klokken te luiden. Eerst de kleine met hun heldere hoge klanken. Daarna voegen de grote zich erbij met hun lage sonore geluid. Een machtig samenspel van bronzen klanken. En tot zijn verbazing dwarrelen er uit de klokkentoren niet alleen klanken, maar ook zwermen van kleine spookjes, geesten en elfen. Hij ziet ze zonder ophouden springen, zweven en vallen uit de klokken. Ze omringen hem, dansend als in een wild ballet. Ze fluisteren, maar hij kan ze niet verstaan. Hij probeert ze weg te wuiven, maar in steeds duidelijker kringen zweven ze om hem heen. En dan, opeens, verbinden ze al dat gefluister tot één machtig koor en kan hij verstaan wat ze zeggen. Eerst zachtjes, dan iets luider, totdat ze met één enkele stem hem dwingend toeroepen. Mozart! 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 En in die wolk van figuurtjes verschijnt er vaag een gestalte. De jonge componist probeert zijn blik te focussen en langzamerhand ziet hij een kleine gestalte met een poederpruikje en schrandere ogen. Het gezicht komt hem bekend voor. Bent u het echt? Mozart? Vraagt de jonge componist. Zeg maar Wolfgang, hoor. Wilde je me iets vragen? De jonge componist is helemaal beduust en stamelt: Wolfgang? Heeft u, ik bedoel, heb jij nooit last van gebrek aan inspiratie? Van dat lege notenpapier dat je sardonisch aangrijnst? Nee, nooit. Dat ken ik niet. Mijn muziek zit al in mijn hoofd met alles erop en eraan voordat ik het opschrijf. Ze vloeit als vanzelf uit mijn ganse veer. Ik hoef er geen noot meer aan te veranderen. Het is zelf zo dat wanneer ik de noten opschrijf, ik in mijn hoofd al de volgende compositie hoor.
Ik kan dus twee dingen tegelijk. En dat is maar goed ook. Want anders had ik de 626 werken in mijn korte leven nooit afgekregen. Ik wist ook precies de richting waarmee ik met mijn muziek moest opgaan. Laatst nog probeerde de keizer, voor wie ik mijn nieuwste opera liet voorspelen, nog te beweren dat er te veel noten in zaten. Wat een domme, arrogante opmerking van die man. Ik heb hem geantwoord: geen noot te veel, majesteit. Dus, jonge collega, durf je eigen weg te volgen. Dat is mijn advies. Mijn advies. Mijn advies. Mijn advies. Thank you.
De jonge componist luistert overrompeld naar Mozarts muziek en voelt zijn tekortkomingen. Kan hij uit Mozarts woorden hoop putten? Hij vindt het moeilijk om die eigen weg waar Mozart op duidt zomaar te volgen. Eerst moet er toch inspiratie zijn? En dan ziet hij de spookachtige figuurtjes weer. Ze zingen een kerstlied, een prachtig lied. Oh, wat had hij dat graag geschreven. Thank you.
Dat was weliswaar een boodschap van hoop. Maar de jonge componist wordt er niet minder mistroostig van. Hij twijfelt eraan of hij ooit zoiets prachtigs zou kunnen schrijven. Ineens ziet hij zich weer omringd door de kleine spookjes. Ze dringen zich ditmaal dichter aan hem op. Ze worden steeds brutaler. Een paar gaan zelfs op zijn hoofd zitten. En ook een paar op zijn linkerschouder. Ze neurien je nu. Ja, het lijkt wel het geluid van een zwerm bijen. De allerbrutaalste brengt zijn kleine knuisje aan het oor van de jonge componist en zegt duidelijk over het gezoem heen: Beethoven! En weer verschijnt er een figuur. Eerst een iets wat pokdalig gezicht. Dan een gedrongen gestalte. De jonge componist herkent hem onmiddellijk. Ludwig! Ludwig, ben jij het? Vraagt hij. Meneer van Beethoven, voor jou, jongeman. Ik ben oud, dus respect alsjeblieft. Weet je overigens dat dit mijn verjaardag is? Althans, dit hele jaar. Ik vier een belangrijk jubileum. Ik ben 250 geworden. Respect dus. Wat wil je me overigens vragen? In eerste instantie schrikt de jonge componist van de wat barse Beethoven. Maar hij raapt al zijn moed bij elkaar en vraagt... Meneer Beethoven? Van Beethoven. Meneer van Beethoven? Heeft u altijd de nodige inspiratie gehad voor het schrijven van uw machtige oeuvre? Heeft u nou... nooit eens een writersblok gehad? Een wat? Excuus, ik bedoel dat vreselijke lege notenpapier... waarop je maar geen noot kan neerschrijven. Het komt bij mij gewoon niet. Nee, daar heb ik gelukkig geen last van. Zelfs niet toen ik volledig doof was. Ik heb er toen sterk aan gedacht een einde aan mijn leven te maken... Maar ik had de wereld nog zoveel muzikaal te vertellen, dus heb ik het maar niet gedaan. En ik heb doorgeploeterd tot mijn natuurlijke einde. En er zijn toch nog wel wat aardige werkjes ontstaan tijdens mijn doofheid, vind je niet? Ja, dat kan ik wel zeggen. Maar voordat u doof werd, zo in het begin van uw carrière, hoe ging het toen met uw inspiratie? Oh... Ik had als kind al een hoofd vol muziek. Dat kon ook niet anders, want mijn vader nam me van school af om alleen maar muziek te laten studeren. Vond u dat wel prettig? Ja en nee. Gelukkig geen rekenen meer of Latijn. Maar wat ik niet leuk vond, was dat mijn vader me vaak om 3 uur 's nachts uit bed haalde om me te laten spelen voor zijn dronken vriendjes. Doodde dat uw inspiratie en uw lust voor muziek niet? Nee hoor, die is er altijd geweest en gebleven. Ik heb natuurlijk goed les gehad en in het begin ook de kunst van anderen afgekeken. Hard gewerkt, mijn compositieoefeningen gedaan en geprobeerd mijn eigen stempel erop te drukken. Thank you.
Daar kan ik het dus mee doen, sombert de jonge componist. Veel wijzer word ik er niet van. Al die meestercomponisten hebben makkelijk praten. De muzikale ideeën komen als vanzelf en ik krijg geen noot in mijn hoofd. Laat staan op papier. Weer dringen de spookachtige schepseltjes zich aan hem op. Ze buitelen over elkaar heen. Waar hij ook kijkt, hij ziet een weerwar van schepseltjes. Ze lijken doorschijnend en ze maken een twinkelend geluid. Het lijkt wel of de kleine klokken in de toren meedoen in de vederlichte dans van de figuurtjes. De jonge componist spitst zijn oren. Hij is verrast door de muziek. Het is nieuw voor hem, die wonderlijke klanken. En hij wordt meegezogen in een spannend muzikaal avontuur. Thank you.
De jonge componist is helemaal opgewonden geraakt van de muziek. Ja, dat was een echt avontuur. Vrolijk, geheimzinnig, levendig. Met ook een zekere dreiging en toch vol hoop. Hij denkt, misschien moet ik wel de kant van die muziek op. Tegen de schoonheid van Mozart en Beethoven en die prachtige kerstliederen valt toch niet op te concurreren. Maar hier hoor ik vernieuwende klanken. Ondertussen hebben de spookfiguurtjes de omslag in stemming van de jonge componist opgemerkt. Ze dansen vrolijk om hem heen. En er is zelfs één spookje dat hem een bemoedigend klopje op zijn schouder geeft. Hij voelt een sprankje van inspiratie. En hij hoopt. Verbijsterd ziet hij ineens dat de menigte wonderlijke figuurtjes een vloeiende plechtige dans beginnen. Hij meent dat hun gezichtjes een bijna serene uitdrukking krijgen. Ze beginnen zelfs een soort lofzang te neuriën. Het is zo vredig en harmonisch dat de jonge componist nergens meer spanning voelt. En hij luistert aandachtig.
Zachtjes en elegant beëindigen de spookachtige wezentjes hun plechtige dans. En de jonge componist voelt nu ook troost voor die vredige muziek. Troost voor het feit dat het hem nog niet is gelukt een mooi kerstlied te schrijven. Want tegelijk voelt hij een sprankje inspiratie, een sprankje hoop. Hij voelt zich sterker door de warme klanken van al die cellisten. De sprookjeswezens sluiten nu de rijen, lijkt het wel. Hun kleine handjes grijpen elkaar vast en ze fluisteren de jonge componist iets toe. Hij spitst zijn oren. Eerst kan hij het nauwelijks verstaan. Ja, wat zeggen ze nu? Iets van samen, samen. Maar ze zeggen er nog iets achteraan. De jonge componist legt zijn hand achter zijn ene oor. En nu hoort hij ook dat ze nog meer te zeggen hebben. Klank, klank. En het wordt hem ineens duidelijk. Samenklank, samenklank. Dat zeggen ze. En dan klinkt er muziek. Zo vol hoop en zo vreugdevol dat de jonge componist zich er ontroerd aan overgeeft.
Zo'n mooi samenspel. Zulke prachtige harmonieën heeft hij net gehoord. Hoe zou hij instrumenten of stemmen zo mooi bij elkaar kunnen laten klinken? Tegelijkertijd ziet hij dat de sprookjesachtige wezentjes meer kleur krijgen. Ze zijn niet meer doorzichtig wit, maar hebben pasteltinten aangenomen. Het lijkt wel of ze iets in hun kleine handjes houden. Zijn het kaarsjes? Zijn het sterretjes? De jonge componist knippert met zijn ogen. Hij wil het nog beter kunnen zien. En dan fluisteren ze weer iets. Zimmerman, Zimmerman, Pop Zimmerman. Ze vormen een blok van friemelende lichaampjes en hoofdjes. En ineens komt daar een vriendelijk gezicht achter tevoorschijn en zegt: ik hoor mijn naam. Wie roept mij? De wezentjes antwoorden in koor: daar, die jonge man wil iets vragen. Bij de jonge componist stijgt de spanning. Dat had hij niet verwacht. Dat hij die bekende componist en arrangeur zou mogen ontmoeten. Hij kan niet wachten met zijn vraag en hij valt maar meteen met de deur in huis. Hoe maakt u van één enkele melodie, bijvoorbeeld een kerstmelodie, nu zo'n prachtig, rijk stuk muziek met allemaal instrumenten die hun eigen partij spelen en met elkaar harmonieën vormen? Hij struikelt bijna over zijn vraag, zo gretig is hij naar een antwoord. Het antwoord komt zonder aarzeling. Stel je voor, je hebt een kerstmelodie, maar die moet je mooi aankleden. Je maakt, net als een couturier, een prachtige jas om die melodie. En je hebt alle vrijheid om hem zo mooi mogelijk te maken. En dat is heel belangrijk. Voor een kerstmelodie moet de jas wel warm, behagelijk en feestelijk zijn. Misschien kan je hem zelfs versieren met klokjes en belletjes. Dankbaar probeert de jonge componist zich dat allemaal voor te stellen en droomt verder. Toen hij zijn ogen opendeed, baadde de kerk waar hij zijn toevlucht had genomen in het licht. Zijn rug deed pijn van het zitten op de harde kerkbank, maar hij had er geen last van. Honderden kaarsen straalden hun warme gloed uit. Hij zag dat de kerk was gevuld met mensen van allerlei leeftijd, ook met kleine kinderen. Er was een kerststal en in de hoek van de kerk deelde men heerlijke bisschopswijn en chocolademelk uit. En boven zijn hoofd begonnen de klokken in de toren te bijeren. Eerst de hoge klokken, dan de lage en dan allemaal samen. De mensen keken blij. Ze reikten elkaar de hand, elleboog, en wensten elkaar alle goeds toe. Er kwam een klein meisje, verlegen lachend, naar hem toe en bood hem een bekertje bisschopswijn aan. Hij nam het met beide handen aan en glimlachte het kind dankbaar toe en dronk het met voorzichtige slokjes. Want de wijn was eigenlijk nog te heet. Het warmde hem helemaal op. De jonge componist gloeide van binnen en van buiten. Hij stond op en mengde zich tussen de mensen. En terwijl hij de kerk uitliep, in de heldere nacht, zag hij zachte sneeuwvlokken dwarrelen. Hij keek nog even goed of er geen spookachtige, ja, sprookjesachtige wezentjes tussen zweefden. Maar nee, de vlokken vormden alleen maar een zacht tapijt op de straten. Het geluid van de bijerende klokken klonk steeds verder, tot het verstilde. Maar in plaats daarvan klonk er in zijn hoofd een melodie. Een eigen melodie. Een echt kerstlied. En hij haastte zich naar zijn zolderkamer, waar het lege notenpapier nog lag te wachten, en schreef een prachtig lied. Vol hoop op een goed en harmonieus leven. Op een toekomst vol inspiratie en muziek. Het kwam natuurlijk een beetje laat voor deze kerst, maar volgend jaar.
Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and bold.